Terwijl het al bijna 2 jaar geleden is dat Peter R. de Vries werd doodgeschoten, is het onderzoek naar de inmiddels 9 verdachten nog altijd bezig. Vandaag ging de rechtszaak rondom de moord op onze misdaadverslaggever verder. Terwijl bijna alle verdachten aanwezig zijn, treedt het OM met schokkende details naar buiten over de aanslag van 6 juli 2021. Recent ontsleutelde berichten die doen vermoeden dat de moordaanslag op de Vries al op 5 juli had moeten plaatsvinden. De aanslag ging toen niet door omdat de Vries die dag niet in de uitzending van RTL Boulevard bleek te zitten. Ook is duidelijk geworden dat er een andere schutter was op dat moment die de moord zou willen plegen. Die heeft zich uiteindelijk teruggetrokken. Dat was niet uit gewetensnood, maar omdat hij de wijze van uitvoering van de aanslag te riskant vond. Gelet op de plek, het stadscentrum en het feit dat het vuurwapen geen demper had. Hij wilde kennelijk niet in de gevangenis belanden. Dus de ochtend van de uiteindelijke moord, 6 juli 2021, is er een nieuwe schutter geregeld. Het is buitengewoon schokkend om te constateren dat iemand op de ochtend van de moord daarvoor is benaderd en ook daadwerkelijk deze gruwelijke moord in de binnenstad van Amsterdam heeft gepleegd. Ja, dat die schutter pas zo laat daarbij betrokken is. Wat zegt dat jou over deze zaak? Koelbloedig komt bij me op en keihard. En een afrekening, dat zegt het. In feite is hij de ochtend van de moorddag gebeld. Wil je even iemand doodschieten, daar komt het in feite op neer. En hij heeft het gedaan, maar goed, dat weten we. Het is ook een beetje knullig, hè? Want normaal gesproken zou je zeggen, ja, dat gaat. Ja, dat hoe is gek heel het ook lang klinkt, van hè? Tevoren. Er gaan dagen aan voor af en noem maar op. Dat is ook wel gebeurd door anderen, maar hij is er de zesde bij betrokken, 's ochtends. Want iemand anders zou het doen. En die heeft het niet gedaan omdat er geen demper op het pistool zou zitten. En het in het centrum van Amsterdam is, wat beide logische redenen zijn om dat niet te doen. Ja. Naast alle andere redenen om dat niet te doen. En die heeft zich dus teruggetrokken. En vandaar. Dat deze meneer ten toneel. Ik vind het alleen al een eng idee dat je gewoon. Kan jij vandaag? Ja, dat. Oh, ja. Kan jij dan morgen? Ja. Dat geeft toch wel een beetje aan wat de situatie is. Ja, schokkend. Dat is inderdaad zo wat je zegt. We vinden er wel eentje dezelfde dag nog. Ja. En het is ook gebeurd. En er is meer besproken vandaag. Ja, wat nog meer bekend is geworden, dat het in de bunker verder gaat vanaf september. Het was nu bij de rechtbank op de Parnassusweg. En dat gaat naar de bunker. Het bunker is een gebouw in Osdorp waar de grotere strafzaken dienen. Ook al in mijn tijd was dat zo. De rechtbank die hechtte eraan om te vermelden dat dat niet was omdat er veiligheidsproblemen zouden zijn, maar puur omdat men erop had gerekend dat er 2 verdachten zouden terechtstaan. En het uiteindelijk 9 zijn geworden. Dus die wijkt uit de rechtbank naar de bunker in Osdorp. Ja, dat is een helder verhaal. Betekent dat ook dat het allemaal nog veel langer gaat duren? Er komt nog 1 regiezitting 5 en 6 september. Dat is een zitting die niet inhoudelijk is. En daar mogen de advocaten nog hun wensen kenbaar maken. En mocht het nodig zijn, het Openbaar Ministerie ook. En dan gaat het naar begin volgend jaar alweer. En daar hebben ze 12 zittingsdagen geblokkeerd, verdeeld over 3 à 4 weken. Maar het zou mij niet verbazen als we daar niet. Is dat veel? Hebben ze nu wel voor de zekerheid 4 rechters erop gezet? Ja, dat is een hele goede vraag van je. God, dat het niet dadelijk nog precies. Keer. Nou ja, dat vond ik onbegrijpelijk. Want in alle strafzaken die ik heb gedaan, grotere strafzaken, zat altijd een 4de rechter voor het geval er een rechter zou uitvallen, zou emigreren of ziek worden. Want dat is waarom deze hele zaak opnieuw moet. Precies. En dat is onbegrijpelijk voor mij. Maar goed, er is allemaal niet meer terug te draaien. En ik hoop alleen maar dat er nu wel een 4de zit. Ja. Dan hebben we dat probleem niet meer. Dat er niemand gaat emigreren. Nee.